De mogelijkheden voor het bewerken van foto's met een gratis programma zijn tegenwoordig behoorlijk uitgebreid. Maar als je ook nog wilt gaan voor diverse tekenopties, kun je Less Paint gebruiken. In een eerste auto hierover hebben we de basis bekeken en een aantal gereedschappen voor het bewerken van foto's. In deze tweede auto kijken we vooral naar tekenmogelijkheden. Via deze knop maak je een nieuw bestand aan. Je kunt de breedte en de hoogte aangeven. En de ratio zodat de verhouding breedte-hoogte blijft gehandhaafd. Via deze knoppen kun je verschillende vormen invoegen. Als je hier bij de shift-toets houdt ingedrukt, maak je een vierkant of eventueel een cirkel. Zolang de vorm is geselecteerd kun je met deze knoppen de vorm aanpassen. Je kunt de breedte van de rand veranderen. Je ziet direct het effect. Zo kies je een andere lijnstijl. Via deze knop breng je de gereedschappen uit beeld. Met de knop erachter geef je aan of je de vorm wilt vullen of niet. Als je met de linkermuisknop op een kleur in het palet klikt, krijgt de rand deze kleur. Als je met de rechtermuisknop op een kleur klikt, wijzig je de opvulkleur. Je kunt ook het venster kleur gebruiken. of de knoppen in de werkbalk. Met deze knop kun je een vrije vorm tekenen. Dat kun je in een nieuwe laag doen. Je voegt een nieuwe laag toe via de eerste knop in het lagenvenster. Je tekent de vrije vorm. Dezelfde kleuren worden gebruikt. Als je tekent met de S of de X ingedrukt, kun je de kromming aanpassen. Klik met de rechtermuisknop als je klaar bent met het tekenen van de vorm. Via deze knop kun je de lagen samensmelten. En hiermee kun je kleurverloop aangeven. Op dezelfde manier kun je de kleuren wijzigen. Dus met de linkermuisknop en de rechtermuisknop. Tot slot kijken we nog naar het vervormen van een foto. Ik heb een foto geopend van een vuurtoren. Als je op deze knop klikt, schakel je het vervormingsraster in. Bovenin kun je het aantal horizontale en verticale lijnen aanpassen. Via de punten kun je de afbeelding elke vorm geven die je wilt. Uiteraard kun je dit ook doen met personen. Als je klaar bent, druk je op enter. Ik heb een kleine greep gedaan in de vele mogelijkheden van dit programma. Desgewenst kun je er zelf dieper in duiken. Maar tot zover, deze houthoes over les paint.